Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik was bij de Action geweest en heb daar weer het een en ander gekocht. En ik ga in deze video laten zien wat ik dus heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes die ik bij de Action heb gedaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk dan maar gewoon gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. Als iets in de aanbieding was, staat daar een sterretje bij, zodat je weet dat de prijs normaal ietsjes duurder is dan wat ik ervoor betaald heb. Ik begin eigenlijk even met een heel basic item en dat is een wc-borstel en deze is flexibel. Dit is een wc-borstel waarmee je dus heel goed onder de rand kunt komen. Je kunt hem ook zelfs aan de muur hangen, zie ik nu. Dat is eigenlijk wel ideaal. Misschien dat ik dat wel wil doen, maar dan moet ik wel kijken dat ik natuurlijk in een voeg boor. Ik moet even kijken of dat werkt. Ik ga hem even openmaken, dan kunnen we ook even kijken hoe die er echt uitziet. Je krijgt dus inderdaad twee dingetjes om aan de muur te bevestigen, maar het werkt met plakband. Nou zou ik daar zelf dubbelzijdig tape op kunnen plakken, misschien dat dat werkt, maar als ik dit ga opplakken op mijn muur weet ik zeker dat dat niet echt werkt. Het is ook niet het stevigste materiaal, maar het idee is leuk. Dan heb je hier gewoon de houder met daarbinnenin dit dingetje waar de borstel in uitgaat. En dan gaat hij er zo in. Maar wat maakt deze borstel nou zo apart? Hij is dus van siliconen. Waardoor hij heel flexibel is. Je kunt hem alle kanten op bewegen. Waardoor je dus heel makkelijk onder de rand van je wc kunt komen. Want met een gewone wc-borstel kun je eigenlijk niet onder de rand. En met deze dus wel. Dus ik heb echt heel veel zin om die te gaan proberen. Hoe dat werkt. Je zou hem in verschillende kleuren hebben. Dus je kunt zelfs kijken, je kunt ook hieronder je wc dingetje. Dat is ook ideaal, want dat wordt ook altijd heel vies. Ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik vind het echt een heel ideaal ding en voor de prijs. Ik vind het ideaal. Ik heb ook een gewone wc borstel, maar als je nu ook gewoon goed onder die rand kan komen, is dat ideaal. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een topje gekocht met leuke bloemetjes erop. Dat is deze. Ik heb hem in een maatje S. En oh, je mag hem wassen op 30 graden. Dat is altijd wel goed om te weten. Het is gewoon een zomers leuk topje. Bij deze dame staat het natuurlijk extra leuk. Omdat zij een beetje een getinte huidskleur heeft. En dat, doordat zij een wat donkerdere kleur heeft van de huid, maakt dat topje het heel erg mooi, vind ik. Hij voelt ook heel lekker aan. Je kunt het altijd voelen. Maar ik vond hem gewoon echt super leuk. Dus die heb ik gekocht. Want die vond ik er echt heel leuk uitzien. En ik hou wel meer van dat soort topjes en zo. Ik vind het ook leuk tegenwoordig om hier met bloemetjes te dragen en zo. Dan heb ik echt een ideaal item gekocht. En dat is een notebook met een wisbare stift. Ik wil eigenlijk meer gaan werken met lijstjes. Kijk, de droom zou zijn als ik een bureau zou hebben dat ik hem daar neerleg. Maar dan leg ik hem gewoon ergens neer in de kamer. Want wat maakt dit notitieboek nou zo handig? Ik ga het je laten zien. Kijk, hij heeft gewoon hele leuke hartjes. Maar dit is dus uitwisbaar. Dus je kunt hier lijstjes maken en je kunt het ook weer wegwegen. Dat vind ik gewoon ideaal. Ik vind het toch altijd een beetje zonde om altijd maar papier te gebruiken. Want dat ga je dan uiteindelijk allemaal natuurlijk weer wegdoen met schrijven en zo. Maar dit kun je gewoon uitwissen. Dan kan ik gewoon lekker een hele planning maken voor de maand. Voor mijn YouTube en mijn blogposters. En dan kan ik gewoon dingen opschrijven. Dus dat vind ik echt ideaal. Je krijgt er een stift bij. Ik heb zelf al wel eventjes een stift gekocht. Je kunt hem met deze stift ook wegvegen. Want er zit hier ook zo'n veegdingetje op. Maar je kunt het dus steeds hergebruiken. En dat vind ik echt, echt ideaal. Het zijn enkel lijntjes. En het is echt wel een dik notitieboekje. Maar ik vind dit zo'n ideale uitkomst. Ik wist niet dat Action dit had. Maar toen ik het zag dacht ik, ik wil dit. Je hebt hem in verschillende patroontjes. Maar deze vond ik zelf. Ze hadden alleen hartjes op bij mij. En als ik op internet keek vond ik deze ook wel de leukste die er was. Dus die ga ik echt met veel plezier gebruiken. Want dat vind ik echt een ideale uitkomst. Dan heb ik nog een luchtje voor mezelf gekocht en dat is Love from Amsterdam. Dat is deze van Beauty Depth. Die had ik al een tijdje op mijn lijstje staan. Ik dacht, nu ga ik het mezelf gewoon een keer gunnen. Ik vind hem heel erg mooi aangegeven. Je had hem ook met andere landen, maar ik vond Amsterdam, ja, ik ben toch een Nederlander, vind ik Amsterdam wel heel erg leuk. Er zit 100 ml in en ja, het is gewoon een parfum. Ik weet nog niet hoe die ruikt, want hij zit natuurlijk nog dicht. Maar ik ben heel erg benieuwd, dus ik vind het leuk om deze te gaan proberen. En deze was echt super goedkoop, dus heel blij mee ook.
Dan heb ik nog zo'n setje met van die regenboog inkpetjes meegenomen. Ze hadden nu nieuwe kleurtjes en ik gebruik die best ook wel veel met stempelen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik het wel leuk om die nieuwe kleurtjes ook te proberen. Ik vind stempelen gewoon altijd heel leuk. En wat ik heel handig vind is dat ze gewoon met z'n allen in één doosje zitten. Dus je werkt het ook weer net wat makkelijker op dan die losse stempeltjes. En ja, je krijgt gewoon 8 bright colors. Dus dat vond ik wel leuk. Ja, dan heb ik dit gekocht. Oh, jakkies. Er zit een haar voor mezelf aan. Dit is een Soli siliconen body brush. En deze exfolieert de skin ook. Hiermee kun je gewoon je eigen lekker wassen onder de douche. En dit is dan van siliconen. Waar deze voor zijn, dat weet ik niet helemaal. Dit zijn meer nopjes. Maar het ziet er gewoon heel lekker uit. Het leek me gewoon heel erg lekker. Dus ik dacht, nou, dat wil ik gewoon wel eens proberen. Want ja, ik vind het altijd wel lekker. Het voelt zo lekker aan. Als jullie dit zouden kunnen voelen. Je had hem alleen in het paars. Bij de Action waar ik was. Je kunt hem gewoon dagelijks gebruiken in combinatie met shower gels. Het lijkt me gewoon heerlijk. Dus dat wil ik gewoon lekker gaan proberen. Ik hou gewoon altijd van dat soort dingen met douchen. Dan heb ik een fineliner setje gekocht. En deze zijn water- en veetproof. En hier krijg je dus 8 pennen. En wat heel fijn is, er zitten allemaal verschillende afmetingen in. Je hebt 0,03 mm, 0,05, dan ga je naar de 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1 en 2. Je ziet het hier, dus je ziet ook wat voor lijnen ze trekken. Ik heb zelf ook van die fijne pennen van de HEMA. Die vind ik ook wel heel fijn, maar wat ik fijn vind is dat hier verschillende in zitten, zeg maar qua maat. Want soms wil je wel eens een keer iets tekenen en dat is dan overtrekken. Dan heb je eigenlijk een heel dun lijntje nodig. Dus ik vond deze wel heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe die bevallen. En als je hier kijkt wat ze ermee maken, ziet het er heel erg mooi uit. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dan heb ik nog zo'n glitter lip balm. Als het goed is, is er nog een donkere kleur. Dit is de roze kleur. Die had ik nog niet. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, die wil ik ook graag uitproberen. Want ik vind ze er heel leuk uitzien. Maar als het goed is er dus nog één donkere tint roze. Maar die heb ik nog niet gevonden. Maar ja, ik had al de paarse en de oranje variant. Dus ik vond deze er ook wel heel leuk uitzien. Dus daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Dan heb ik van de Beauty Depth een Clear Self Tan Gel. En hier zit hyaluronic acid en coconut fragrance in. En hier zou je een beetje een kleurtje van krijgen. En ik vind dat toch wel heel fijn. Volgens mij mag je hem ook op je gezicht gebruiken. Je zou er niet van gaan zweten. En ja, ik heb dat gewoon een beetje nodig. Ik word niet zo gauw bruin door de zon. Dus ik heb echt een beetje kleur nodig op mijn lichaam. En ja, zodra je straks weer echt een beetje de rokjes en de jurkjes aan gaat trekken, vind ik het toch wel mooi. Bijvoorbeeld als ook je benen iets donkerder zijn. Dat het er natuurlijk uitziet. Dus ik ben hier wel benieuwd naar. Het is echt een gel, dus ik ben benieuwd. Een Grey Dual Tan en een Deep Bronze Glow. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik moet eerst maar eens even goed lezen hoe dat werkt. Maar het ziet er wel leuk uit. Dan heb ik hier nog wat leuke sparkles gekocht. Dit zijn van die glittertjes. Die kun je dus aanbrengen. En ik dacht, nou, dat is misschien wel een keer leuk om te proberen in een video. Ik heb hem met paarse en blauwe glitters. Of eigenlijk roze. Nee, het is paars, staat hier. Het zijn eigenlijk van die festival glitters. Maar die vind ik ook wel leuk om bijvoorbeeld hier een beetje in je haar aan te brengen. Dat heb ik eerder al een keertje gedaan. Dus dat vond ik heel leuk. Ik heb een setje van die gekocht. En een setje met goud en zilver. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Is ook gewoon vegan. Er zal vast nog even goed op staan hoe het allemaal werkt. Maar het is allemaal zo klein dat ik dat nu niet lezen kan. En ze zijn gemaakt voor 95% uit natuurlijke ingrediënten. Dus dat is ook altijd wel fijn om te weten. Dus wel leuk, maar misschien ook gewoon heel leuk om te weten dat Action dat heeft. Mocht je een festival hebben. Maar ik vind het ook wel leuk om bijvoorbeeld gewoon zoiets te dragen voor je haar of zo. Dus dat ga ik gewoon een keertje proberen. Dan ga ik alle kasten bijpakken. Even kijken hoor. Dan heb ik een jurkje gekocht. Dit is van Supertrash. En die ziet er heel leuk uit. Ik heb een zwarte genomen. Leuk zomerjurkje. Ziet er gewoon heel vrolijk uit. Voelt ook heel erg lekker aan. Het is gewoon zo'n lekker stofje voor van de zomer met korte mouwen. Ik vind hem wel heel erg leuk. En ja, we gaan de tijd toch weer een keertje in met jurkjes. Dus ik vind deze wel heel leuk. Je had hem in meerdere kleuren, maar ik had een zwarte genomen. Dus ja, dat was de kleur die toch het beste bij mij paste op dat moment.
Ja, dan zag ik dat ze ook weer die microfiber cleansing clothes hadden. En die heb ik al een keer uitgeprobeerd. En dit zijn nieuwe kleurtjes en die bevallen me zo goed dat ik dacht, ik kan er gewoon een setje erbij gebruiken. Je kunt ze gewoon heel lekker wassen. Ik vind ze zelf wel fijner om met cleanser te gebruiken nadat ik mijn make-up verwijderd heb, want dan haal je toch alle overige resten eraf. Omdat je ze in met wassen krijg je niet zo heel goed meer schoon hoor, als je echt je make-up eraf haalt. Maar daar zijn ze natuurlijk wel voor bedoeld, maar ze zijn ook gewoon heel lekker om je huid mee te te reinigen met bijvoorbeeld een toner of zo. Dus gewoon nog weer zo'n setje, niet heel spectaculair, maar wel heel fijn. Dan heb ik nog een vrij basic items en dat zijn cleaning tabs voor de wc. Ik gebruik die altijd, ik vind die echt ideaal. En alleen de Action verkoopt ze momenteel, want ik zie ze in de supermarkten nergens. En ze zijn bij de Action heel betaalbaar. Het zijn tabletten met een citroen. En het is een 3-in-1. Hij ontkalkt, hij reinigt en hij verfrist je wc. Ik heb die altijd. Ik vind die gewoon heel erg handig. Dus zodra ze bij mij weer een beetje opgaan, neem ik meestal weer eventjes eentje mee. Dan heb ik deze gekocht. En die vind ik zo leuk. Mijn moeder had er ook al eentje gekocht. En dat vond ik ook al heel erg leuk. En toen zei ik nog, waarom heb je geen roze gedaan? Die hadden ze op dat moment niet. Maar ik vind het zo leuk. Ik dacht, dat kan ik wel leuk in huis neerzetten. Ik had eigenlijk gehoopt dat je hem op kon hangen. Maar dat is niet zo. Maar hoe leuk is het met dat fietsje? En ik heb dus wel de roze genomen. Die ga ik gewoon heel gezellig in huis neerzetten. Want ik vind dat gewoon echt super leuk. Ik hou wel van dit soort dingetjes. Waar je ook een beetje, zeg maar, decoratie van hebt. Dus die vind ik wel echt super leuk ook. Dan heb ik een Gaisha Scalp Combi. En dit is een kam. Daar kun je de hoofdhuid mee masseren. Maar je kunt ook, bijvoorbeeld als je een olie of serum hebt aangebracht, als je dan deze kam gebruikt, dan wordt het beter opgenomen, geabsorbeerd staat erop. Dus ik vond dat wel heel erg leuk. Ik denk wel dat hij breekbaar is. Je moet hem niet laten vallen, want dan is hij wel hartstikke kapot. Ik heb er ook zo'n steen van, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het lijkt mij wel echt heel fijn. Het is van 100% jade gemaakt. Nou zal het niet dat echte jade zijn, want volgens mij is dat hartstikke duur spul, maar het zal er misschien wel wat van inzitten. Maar ik vond het wel interessant te uitzien, dus ik heb zo'n verpakking meegenomen. Dan heb ik een heel leuk glitter oogschaduwpaletje van Fab Factory meegenomen. Die vond ik er heel erg leuk uitzien. Dit zijn denk ik, het is een palette waar wel, het is creamy oogschaduw als ik het zo bekijk. Maar hoe leuk, gewoon ook het doosje is al heel leuk. Er zitten dus allemaal glitterkleurtjes in. Dus dat is ook wel weer heel leuk voor een festival of zo. Ik vind glitters ook leuk met feestdagen. Ook al bezoek ik zo geen festivals. Maar ik vond het wel een leuk paletje met wat leuke kleurtjes. Dus ik dacht, die ga ik meenemen. Vind ik leuk om te proberen ook. Dan heb ik een zakje met een refill voor mijn, hoe heet zo'n ding nou? Het is toch vervelend dat ik daar niet op kom. Voor mijn vochtvreter, zo heet die. Deze is met lavendelgeur, ze hebben ze tegenwoordig in verschillende geuren. Ik moet wel zeggen, als je zo'n zakje erin doet, die geur ruik je maar heel kort. Maar ik heb zo'n ding altijd in mijn douche staan en het gaat best wel snel hoor. Je bent best wel snel door zo'n zakje heen. Dus ik dacht, ik neem er weer even eentje mee. En ik had er geloof ik al een keer eentje met citroen. En nu heb ik een keertje lavendel. Er zitten gewoon pareltjes in met een geurtje. Volgens mij heb je ze ook wel geurloos hoor. Mocht je er niet zo van houden. Maar ik vind een geurtje altijd wel lekker. Even een heel basic item. En dat is een nagelborsteltje. Die moet ik gewoon even in de douche neerleggen. Ik heb nog wel eens dat mijn nagels vies zijn. En dan heb ik niks om ze schoon te maken. Dus ik dacht, ik moet even een nagelborsteltje hebben. Ze hadden een roze. Dus uiteraard heb ik een roze gekozen. Daar ben ik ook wel weer blij mee. Dan zie ik hier in de zak nog zo'n vochtspray liggen. En deze is inderdaad met lemongeur, zoals ik zei. Die kwam ik onderin nog tegen, maar die heeft dus een lemongeur. Dus vind ik ook heel lekker. Dus nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als die van net natuurlijk. En dan heb ik een setje met boxershorts gekocht van het huismerk van de Action, de Ziggy. Ik vind dat, ik heb ooit een keer zo'n setje van mijn moeder gekregen.
En ik vind dat zulke fijne boxers. En toen dacht ik, nou, ik neem nog een setje mee. Ze hadden niet heel veel keuze op dat moment, want ze worden best wel snel verkocht. Dus ik heb nu gewoon een setje met dit printje en een leuke roze. Ik vind ze gewoon echt heel fijn. Dus ik dacht, het zijn gewoon van die fijne boxershorts, weet je wel. Die ik zelf gewoon heel lekker vind zitten. Dus ik ben er wel weer heel erg blij mee. Ik had in de vorige shoplog laten zien van de Action dat ik zo'n wenkbrauwsetje had gekocht van Fab Factory. Maar ze hadden er dus nog eentje en deze is om te stempelen. Daar was ik ook wel nieuwsgierig naar, van hoe werkt dat dan met zo'n stempel? Want daar heb ik nog geen ervaring mee. Er staat gelukkig wel bij hoe je dit moet doen. Je moet zeg maar het schabloontje moet je op je... op je wimper of op je wenkbrauw leggen. Dan moet je wel hopen dat het net de vorm is natuurlijk. En dan stempel je daar overheen. En dan heb je, als het goed is, als je ze daarna doorkomt, gekleurde wenkbrauwen. Ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Het is gewoon een eyebrow powder. Maar het leek mij wel interessant. Dus ik dacht, dat wil ik ook wel proberen met zo'n stempel setje. Dan heb ik dit gekocht. Dit is gewoon zo'n krukje. Het is eigenlijk een heel basic ding. Het probleem bij mij in huis is nu dat ik op dit moment een krukje niet had. En als ik nu een keer ergens bij moet wat een beetje hoog is, pak ik de eetkamerstoel. Nou, die houdt mij prima, maar het is niet altijd even makkelijk. Want als ik een keer in de keuken moet wezen met die eetkamerstoel, is het allemaal net heel erg krap. Dus ik dacht, ik moet even zo'n krukje hebben. Ik kon ze eerst helemaal niet vinden. Ze lagen in de Action waar ik was op zo'n onlogische plek. Want ze lagen echt een beetje bij de opbergspullen, bij die opbergdozen en zo. Ik kon ze helemaal niet vinden. Maar goed, ik heb er eentje gevonden. Ik heb lekker een zwarte. Daar was ik wel blij mee dat ze die nog hadden. Voor mij had ik ook nog de laatste. En wat gewoon heel erg handig is, je kunt deze inklappen. Dus je kunt hem heel makkelijk overal neerzetten. Ook als je klein huis bent en dan heb je gewoon zo'n stepje. Je kan er tot maximaal 150 kilo op staan, dus dat is best wel veel. En er zitten ook anti-slip bij onder, dus nou, oh nee, hier, dit is anti-slip waar je op staat, dus kan je niet uitglijden. Ideaal zo'n krukje, heel blij mee. Blijf je? Nee, het is een beetje een groot item, niet heel erg handig. Het laatste item wat ik heb is deze kam. Ik voel hem gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld water in te doen met een beetje citroen of zo. Of zelf wat aanmaaklimonade te maken. En dat vind ik van de zomer wel heel leuk. Dus ik heb gewoon een kan en heb je gewoon altijd wat koud staan met water. Dus dat kan dan lekker in de koelkast als het goed is. Die past wel. En ik vond het kleurtje heel leuk. Leuk roze natuurlijk. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Even goed afwassen en dan kan ik hem gaan gebruiken. Dus daar ben ik ook wel echt super blij mee. Ik vond het heel leuk. Je had hem volgens mij in meerdere kleuren hoor. Maar ik vond deze wel super leuk. Dus die had ik ook nog meegenomen. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb geshopt. Uiteindelijk, als ik er naar kijk, valt het best wel mee. Ik ben niet heel erg los te gaan, maar er zitten gewoon wel wat items bij waarvan ik denk, die kon ik ook wel echt goed gebruiken. Zoals dat opstapje en die cleaning brush. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik deze keer heb gekocht. Of dat je misschien dacht, ik vind helemaal niks leuk. Of heb jij zelf misschien nog een leuke item gekocht bij de Action de laatste tijd? Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!